Winkelcentrum de nieuwe Sleewijk, is gestart met de verbouwing van het pand waar voorheen de maskramer was gevestigd. Van een tikje anders, naar een tikje verderop. We hebben als doel een stichting om mensen met een beperking te laten participeren in de maatschappij. En ja, ze vinden het allemaal zo leuk, dat ze allemaal blijven. En dat vinden wij natuurlijk ook allemaal leuk, hè? Ja. Maar als iedereen bij ons wil werken, we moeten maar nee zeggen. Hebben we gezegd van, nou. Dan gaan we dit doen, want dan hebben we minimaal acht plekken per dag extra voor mensen om te komen werken. Voor de huidige medewerkers breekt ook een spannende tijd aan. Ja, klopt. Um, een nieuwe locatie. Um, misschien ook wel een beetje trots. Jazeker. Ik vind, het, ik vind het wel leuk als, als, er, zeg maar, steeds meer, uh, uh, als er steeds meer bedrijven beginnen. En, uh, het is al leuk natuurlijk dat ze één bedrijf hebben en nu al een tweede erbij. Dus wie weet waar het eindigt. En um, ja, voor jou betekent dat ook uh, misschien werken op een andere locatie? Um, heb je er zin in? Ja. Want um, ja, wat gaat er hier gebeuren? Nou, het gaat. Er... De lunchroom af gaat afbruiken. En uh, wat gaat er zoal verkocht worden? Uh, Zo, klaar voor worden. En uh, appetit en cake. En kaas. En, kaas. en, noten. en nootjes. En cadeautjes. cadeautjes. En ja, en ja, een van de activiteiten uh, is ook een stukje catering. Nu nog vanuit de lunchroom. Uh, komt er hier ook een nieuwe keuken? Ja. Routen. Heel grote. Heel grote keuken. Ja, Nienke, een hoop enthousiasme. De medewerkers hebben er zin in. Jij hebt er zin in zo te zien. Wanneer gaat het hier open? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Ze zijn vanochtend begonnen met, uh, met, met verbouwen. Dus dag één. En ik, ja, ik hoop eind november, begin december nog voor de feestdagen dat we los kunnen gaan. Ook de huidige medewerkers van een tikkie anders hebben zin in de nieuwe winkel. Dit.